Almelo, voor het programma van vandaag ook nog te vermelden waar dat ik in ons college portefeuillehouder ben, onder andere voor de inkoop en facilitaire voorzieningen in onze gemeentelijke organisatie. Want waar we het vandaag over gaan hebben, in dit congres Agro in Food, gaan we het ook hebben over tradities, over worteling in de plaats waarin wij leven, waarin we wonen en waarin we met elkaar werken. De Groene Kennispoort Twente, samen met de gemeente Almelo, heeft het initiatief genomen om dit congres te organiseren. Alles bij elkaar, producenten, consumenten, alles bij elkaar. Wat kunnen we nou in één jaar aan stappen gaan zetten om dus wat vooruit te komen in plaats van weer te constateren dat het heel moeilijk is? Groene Kennispoort Twente is een samenwerking tussen overheden, onderwijs, onderzoek en ondernemers en organisaties in Twente. De doelstelling van de Groene Kennispoort Twente is dat wij vraagstukken die in de regio Twente spelen, koppelen aan verschillende onderwijsinstellingen. Zowel van het mbo, het hbo en de universitaire opleidingen. En wat is het doel van deze bijeenkomst? De Groene Kennispoort Twente is in deze samen gaan werken met de gemeente Almelo. De gemeente Almelo heeft in zijn aanbesteding voor de kantine willen zij 25% uit de regio halen. Wij vonden dat een mooi initiatief en zijn samen met de Twentse Streekproductenorganisatie en Stichting Proeftuinen een project opgestart, de Twentse kantine. Daarin willen wij in gesprek gaan met alle gemeentekantines, of eigenlijk alle overheidskantines, om het voorbeeld te volgen wat Almelo nu doet. Dus u wilt de streekproducten rechtstreeks naar de instellingen en eigenlijk naar de consument brengen? Dat klopt. Dat lijkt ons wat gemeente Almelo nu doet, dat vinden wij een ontzettend goed voorbeeld. En wij hopen dat de andere overheidsinstanties daarin meegaan. Dus u richt zich nu op overheidsinstanties. Ik heb iets gehoord van ziekenhuizen. Ja, we zijn in gesprek inderdaad met het ziekenhuis hier in Twente, de MST. En wij zijn ook in gesprek met de Universiteit van Twente. En zij hebben eigenlijk beide al aangegeven dit een hartstikke mooi initiatief te vinden. En hier graag in te gaan kijken wat voor hun de mogelijkheden zijn. APPLAUS.